één paar versneld. Nou, na deze les weet je dat de versnelling bij een vrije val 10 meter per seconde in het kwadraat is. Je kunt uitrekenen hoe hard een vrijvallend voorwerp na een bepaalde tijd valt. De formule A is delta V gedeeld door delta T kun je omschrijven, zodat je de eindsnelheid kunt uitrekenen. De gemiddelde snelheid weet je dat dat de begin plus de eindsnelheid gedeeld door 2 is. En afstand, snelheid, tijddiagrammen, daar gaan we naar kijken. Nou, als we deze formule willen omschrijven naar de eindsnelheid, krijg je de eindsnelheid, dus de beginsnelheid, plus A keer T. Dat is een heel handige formule. Ik ga het dadelijk laten zien. Hier namelijk, elke seconde valt de bal 10 meter per seconde harder op aarde. Dus na 2 seconden 20, na 3 30. De A, acceleratie, is 10. En dat mag je ook wel zeggen, omdat het op aarde is, de valversnelling G is 10 meter per seconde in de kwadraat. Als ik nou wil weten hoe hard de bal na 5 seconden gaat, heb ik die formule van net. De eindsnelheid, dus de beginsnelheid, plus A keer T. De beginsnelheid is 0. En na 5 seconden gaat hij dan 10 keer 5, dus 50 meter per seconde. Dus V na 5 seconden is V begin 0 plus A of G keer T. 50 meter per seconde, oftewel 180 km per uur. Een voorbeeld. Een auto rijdt met een snelheid van 36 km per uur en hij gaat 10 seconden lang versnellen met 1,5 meter per seconde in de kwadraat. Wat is de eindsnelheid? Nou, je schrijft de gegevens op. De beginsnelheid is 10 meter per seconde, delen door 3,6. De A is 1,5 meter per seconde in de kwadraat. De acceleratie, de versnelling en de tijd is 10 seconden. Nou, wat is je eindsnelheid en de gemiddelde snelheid bij B? Nou, V eind is V begin plus A keer T. Het begint bij 10 en hij gaat elke seconde 1,5 harder. Dus vandaar 1,5 keer 10, 25 meter per seconde. De gemiddelde snelheid is je beginsnelheid plus je eindsnelheid gedeeld door 2. En dan zit je op 17,5 meter per seconde. Nou, wat zien we hier van beweging? Een versnelde beweging. En zo'n versnelde beweging in een afstandstijddiagram is een lijn die steeds steiler omhoog loopt. Per tijd legt die steeds meer afstand af. Dus dit is geen snelheidstijddiagram, maar een afstandstijddiagram van een eenparig versnelde beweging. Nou, voorbeeld, lift gaat naar de 10e verdieping. En het oppervlak onder het VT-diagram is de afgelegde afstand. Dat is handig om te weten. En de gemiddelde snelheid is de beginsnelheid plus de eindsnelheid gedeeld door 2. Dat gaan we toepassen. Nou, welke beweging heeft de lift nou tijdens 1, 2 en 3? Hier gaat hij steeds sneller. Dat heet eenparig versneld. Hier staat hij niet stil, maar heeft een constante snelheid. Dat is eenparig. En daar remt hij gelijkmatig af, eenparig vertraagd. Hoeveel afstand legt de lift de eerste 2 seconden af? Dan kunnen we het oppervlak gaan bepalen. En dat is 2 keer 3 is 6. Naar de helft van is dus 3 meter. Je zou ook kunnen zeggen, S is V gemiddeld. En dat is dus 0 plus 3 gedeeld door 2. 1,5 keer 2 is 3 meter. Dus je hebt twee manieren om de afgelegde afstand uit te rekenen. De eerste 2 seconden het oppervlak. 2 keer 3 is 6 gedeeld door 2. Of je zegt S is V gemiddeld keer T, 1,5 keer 2. Bepaal de grootte van de versnelling gedurende de eerste 2 seconden. Nou, hoeveel harder gaat hij elke seconde? Na 1 seconde gaat hij 1,5 meter per seconde. Dus de versnelling is 1,5 meter per seconde in het kwadraat. Ik wil het ook met formule doen. Dan krijg ik A is V eind min V begin gedeeld door T. Dus 3 min 0 gedeeld door 2 is 1,5 meter per seconde in het kwadraat. Hoe hoog ligt nou de 10e verdieping? Dan moet je dus het oppervlak hebben van de driehoek van gebied 1, de rechthoek van gebied 2 en de driehoek van gebied 3. 3, 24 en 1,5 gaat het zelf na. 28,5 heb ik afgerond naar 29 meter. Nou, wat is de gemiddelde snelheid? De maximale snelheid is 3, dus die zal iets daaronder liggen. Dan moet je de afstand delen door de tijd.
Dus, je krijgt 29 meter gedeeld door 11 seconden, is 2,6 meter per seconde. Dat is misschien lastig te zien. V gemiddeld is S gedeeld door T. Dus 29 meter gedeeld door 11 seconden is 2,6 meter per seconde. Doe je hem keer 3,6, heb je 9,5 kilometer per uur. Dat was de les.